We staan op de camperplaats in Leeuwarden en we krijgen een bijzondere rondleiding door Leeuwarden. Namelijk met de gondel. We gaan het mooie Leeuwarden is vanaf het water bekijken. Ja. Goedemiddag. 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 Welkom. Ja. Bij de Venetiaanse gondel van Leeuwarden. Nou, dit is de hele binnenstad. En hier liggen we nu. En we varen tegen de klok in, varen we de paarse route. Dus het binnenstaddeel waar we omheen varen, dat is echt het oude deel. Kijk, nou, daar gaat hij. Prachtig. Is dat handmatig wat jij doet? Ja. Dit is helemaal spierkracht. Oh. Ja, tot aan windkracht 5 kan ik varen. En vandaag is het ideaal. Ja, dat geloof ik. Het is een knusse binnenstad, mooi water, mooie grachten, verscheidenheid aan van die ronde tunneltjes. We gaan een hele lage onderdoor en daarvoor moet ik ook het kontje, die heb ik klapbaar gemaakt. Kijk, hoppatee, anders komen we er niet onderdoor, maar je ziet dit kan net. Dit is de Waag, Stadswaag. In de volksmond de boterwaag, omdat er hoofdzakelijk zuivel werd gewogen en verhandeld. De gondelier die kent Leeuwarden op zijn duimpje, heb ik in de gaten, dus dat komt helemaal goed. Hier links voor je heb je zo een heel apart hoogbouwtje, de eerste wolkenkrabber van de stad. Die gondeltocht, ja, wie had het nou ooit kunnen bedenken? Ja, hartstikke leuk. In Leeuwarden, in een echte Venetiaanse gondel. Ja. Top.